ik denk dat veel vrouwen het wel spannend vinden om dit aan te gaan. En ik zou ze eigenlijk willen zeggen van, ga het aan. Ja, omdat het gewoon zoveel losmaakt. Ja, omdat het echt... Ja, het komt gewoon bij lagen waar je normaal gesproken niet komt. Omdat het heel veel dingen openmaakt en eigenlijk dat er heel veel dingen zichtbaar worden. Omdat het zo ongelooflijk meer is dan ik ooit had kunnen verwachten. Het raakte me in alle cellen van mijn lijf. En op een hele krachtige, positieve manier word ik opnieuw kennis aan het maken met mijn eigen lijf. Ja, ik heb besloten om mee te doen met deze journey omdat ik voelde dat mijn seksuele energie gewoon niet volledig kan stromen zoals ik het wil. En ik heel vaak een soort blokkade ervaarde in seks. En ja, ik wilde gewoon stromend seks kunnen hebben zonder te blokkeren of angstig te worden. Het feit dat ik niet meer denk vanuit getver, maar denk vanuit interessant en nieuwsgierig. En ik durf mezelf gewoon meer te laten zien en daardoor ook mezelf meer te voelen. En er is zoiets open gegaan wat ik niet eens wist dat het bestond. Ja, ik heb hele andere dingen gekregen op de journey dan waar ik voor kwam. En blijkbaar heb ik precies de dingen gekregen die ik nodig had. Want het heeft gewoon op allerlei vlakken in mijn leven heeft het zoveel invloed gehad dat ik dat echt niet had kunnen bedenken van tevoren. Dus ik ben nu in mijn eigen kracht dat ik er iets aan kan doen. Dus ik ben daar niet meer afhankelijk van anderen of van een partner of van een situatie. Ik kan deze situatie veranderen en ik heb daar nu de tools voor om daar verdere stappen in te zetten. Het is zo ontwapenend om daar zo naar te kijken, naar mijzelf, mij zo te ervaren dat ik mezelf zo kan accepteren. Ik had niet kunnen voorbereiden of verwachten wat ik nu heb ervaren. Ja, ik ben het meest geraakt door het samen te doen als groep met alle andere vrouwen. En echt het gevoel van elkaar te steunen. Het was heel bijzonder om dit met mijn sisters te doen. Om dit samen te doen met andere vrouwen. Om te leren. En ook om hoe verbaasd het is hoe mensen over zichzelf denken. Dat ik denk, hoe kun je dat nou denken? En zo geleerd om te vertrouwen en elkaar zo in zulke kwetsbaarheid in onze kracht te zetten. Ja, ik heb Chris ervaren als heel betrouwbaar en krachtig, maar tegelijkertijd ook zacht. En dat vond ik echt een heel fijne combinatie. Het voelt voor mij precies, kan invoelen wat er net eventjes nodig is om aan te raken. En ja, soms kleine bommetjes neer te leggen die pas thuis exploderen van, oh, dat zei ze. Oh ja. Ja, wat ik fijn vind, alles mag, zeg maar. Alles wordt wel geaccepteerd. En dat is voor mij wel belangrijk geweest, denk ik. Dat je gewoon alles van jezelf mag laten zien. Het is gewoon echt een cadeau aan jezelf om dit te doen. Om echt zo in je lichaam te zakken en echt het gevoel hebben van, oké, ik mag er zijn. Mijn lijf mag er zijn en al mijn verlangens mogen er zijn. Ja. Yes, we gaan dit doen. Samen. Niet alleen voor mij, maar echt voor onze hele vrouwelijke lijn. Ja.